kaas niet dronken maken voor boer. En ik wil niet van een paar dronken gaan. Zo zit maar niet. Ik zei voor mannetjes, ik wens ik kan die kind vat. Ik wil hem schoon maken. Hij heeft één wit tekje en één zwart tekje. Hij heeft zo'n missie op zijn kop. Maar hij heeft ondeenste gezichtje. Maar hij is die grootste bedelaar. Mijn filosofie is dat als ons een beter land voor ons kinders wil hê, dan moet ons ons mouwen oprollen en iets zelf doen. Ons kan niet de hele tijd voor die staat kijken en zeggen, wat doen die staat niet, ons kan niet die staat kritiseren. Ja, maar hulle het nie ouwe. Anina, hulle het nie ouwers wat vir hulle omgee nie. Ik blijf bij mijn oma, maar mijn ma blijft alleen. En jou pa? Mijn pa blijft ook alleen. Hoekom blijf jij niet zo met hulle nie? Van hulle drank, hulle drank. Drink hulle baie? Ja. En dan? Dan vloek hulle my. En jij, waar blijf jij? Ik blijf in die schema. In die schema? Ga je school toe? Ja. Blijf je man en je pa in die schema? Ja, nee, ik blijf mijn opa. Bij je opa? Kom, waar is je man en je pa? We leven toch in elkaar. Maar hij leeft jou nog? Leven hulle nog? Ja. Maar waar zijn ze ook alleen in Brits staan? Ja. Maar ook blij niet bij hulle? Mijn pa is niet dronken. Ian is going to Loxton in April, along with CAP, to identify the need, obviously. But we know there's a big need, there's a big education need, there's a big need for education. Also educational tools such as stationery, books, normal things like books, pens, these children don't have it. So we stopped at Macro, bought a big bunch of pens, crayons, papers, anything that they could need possibly that can last them for a year. We took it to the local school in Loxton and to just make the learning experience for a child better, you know, a better experience for a child to actually go to school because he has a scissor, he has glue, he has his own pens, you know, he doesn't have to just, you know, he doesn't have to ask anybody for it. Geletterdheid is so die sleutel tot alles in die samenleving waarin ons leef. Dit is mij verschrikkelijk. Dit is mij verschrikkelijk om te denken dat een kind een schoolbrief huis toe vat en net 10% van die ouders kan dit lees. Dit is hartverskeurend, hartseer. En dit is tien keer in ons grootste uitdaging in hierdie land. So dit is mij absoluut tragisch. Denk jy gaan uit Loxton uitgaan of gaan jy hier zo blijven? Ja, gaan uit Loxton uitgaan. Hoekom? Want in Loxton is hier nie goeie werk vir my nie. Mens kan niks hier doen nie en je ziet goed waar je kan wie je bezig mee houden. Hoe komen ze daar zo bij werkloosheid? Omdat het alle respect gezet te veel kinders is. Te veel mensen is. Wat Loxton moeilijk maakt is, die, so, die kinders is niet gewoond aan wat zelfs kanaal van de Victoria West kan bieden. Hulle is beperkt om te zien wat ze beroepen daar is. Hulle is beperkt door de hersteldienste, drankwinkel en de coöperatie. Om buiten die grense te komen is een groot beperking voor die kinders.
Hulle weet nie wat daar buite lê nie. Dit is vir hulle vreemd, dit is vir hulle vreesaanjaend. Baie van die kinders gaan nie verder as hoërskool nie. Want dan moet ek uit my dorp uit gaan. As jy met van die kinders praat, sal jy sien dat dit wat as probleme in Loxton, wat deur die sosiale omgewing aanvaar word, is probleme, is vir hulle die norm. Soos jy gaan vra, wat is die probleem, gaan hy dalk dink, maar aan waarvan praat jy? Dit is die lewe. En dit is die hartseer en wat my bind aan hierdie kinders, is dat hulle nie weet van beter nie. If you can change the life of only one child, you've changed the life of one child. You're not going to save all of them. You're not going to save all the poor people, all the sad people, all the sick people in the world. But if you can change one child, if you can change the destiny of one child, that child might end up in government and change the whole setup. I mean, you can make a difference, absolutely. By giving a child a gift for his birthday, changes his mindset on life, changes the way he looks at life, because these children often are very negative. Ek loop die pad alang my lam. So kaal voet dier die kou van door die kam so doringvel en kyk hoe lyk ek nou. Ek loop die pad so sonder hoed deur son en wind en grau, so kaal voet op die slingerpad en kyk hoe lyk ek nou.